Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 6 juli. Op God vertrouwen tijdens emotionele beproevingen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Lucas 22, vers 42. Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Groeien tot een volwassen christen die de Heilige Geest volgt, gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een leerproces dat tijd kost. Beetje bij beetje, de ene ervaring na de andere, probeert God ons uit en beproeft Hij onze emoties. Dat laat onze mogelijkheden groeien. God staat ons toe om door moeilijke situaties heen te gaan die onze emoties aanwakkeren. Op deze wijze zijn jij en ik in staat om zelf te zien hoe emotioneel onstabiel we kunnen zijn en hoe hard we zijn hulp nodig hebben. Jezus heeft dit voor ons geïllustreerd. De nacht voordat Hij voor onze zonden stierf, was Hij in grote emotionele onrust. Maar Hij ging voorbij aan zijn emoties en bad tot God: niet mijn wil, maar de uwe geschiede. Het werd zeker niet meteen beter, maar uiteindelijk behaalde Jezus zegevierend zijn overwinning door de grootst mogelijke beproeving heen. Jij kunt jouw emotionele beproevingen doorstaan. Jezus werd niet geleid door zijn gevoelens en dat hoef jij ook niet. Wanneer God dingen laat gebeuren die je emotioneel raken, grijp dat moment en zie het als een kans om een stap dichterbij te komen tot een absoluut vertrouwen in God. Laten we samen bidden. Heer, ik weet dat ik u kan vertrouwen wanneer emotionele beproevingen mijn kant op komen. Met Jezus als mijn voorbeeld zeg ik: laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. U weet wat het beste voor mij is en ik vertrouw u volledig. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.